Yo iedereen van B Live en welkom terug bij een nieuwe Roller Ghost Tycoon Classic video. En deze keer zitten we in het voorlaatste level van seizoen 2 van Roller Ghost Tycoon Classic. En deze keer spelen we Crumbly Woods. Een groot park met mooi ontworpen, maar nogal oude attracties. Vervang de oude attracties of voeg nieuwe toe. Om het park populairder te maken, jouw doel. Of tenminste 1200 bezoekers in het park te hebben aan het eind van oktober jaar 3. Met de beoordeling van het park minstens 600. Zo, eens kijken, we hebben alweer een reuzenrad staan. Een dueling coaster. Wat hebben we hier nog? We hebben hier een wilde muisachtbaan staan. We hebben hier een rit in een karretje staan. Een carousel hebben we staan. Die carousel is blijkbaar niet erg populair. We hebben nog frietentjes, pookhuis, eens kijken wat ze hier allemaal... Het draait als pookhuis ook een beetje. Oké, deze gaan nu wel mensen in blijkbaar. We hebben hier nog staan, even uitzoomen. Spookhuis hebben we hier een achtbaantje, cobra roll, een whiplash en een ijskraampje, oké. Eens kijken, misschien hebben we nog... Zat er al een piratenboot in het park? Nee, één heb ik hier zien staan. Dus je kunt die piratenboot al ergens plaatsen. Onze oppervlakte is wel redelijk groot. Maar natuurlijk hebben we plaats van die achtbaan daar. Maar die achtbaan gaan we laten staan. Nou, we hem hier kunnen plaatsen. Dus dat we deel van die bomen hier verwijderen. Ik denk dat dit wel een mooi plaatsje zal zijn. Zo, hier de ingang en daar de uitgang. Dan houden we daar €1,50. Is goed, maar hier de kleuren veranderen. Zwart. Yes. Dan veranderen we deze in grijs. Grijs. Met zwart. Of misschien bruin. Dit bruin, nee dat is niet mooi zo, hè. Gewoon echt grijs, oké. Zo, dan hebben we hier al een nieuwe attractie. Ja, hier hebben we 5000 in totaal. Misschien hebben we daar iets kan aflenen daarvan. Als je deze bordjes plaatst bij de uitgangen, heb je minder kans ook dat de bezoekers gaan verdwalen. Natuurlijk zeker ook niet van waar hier de uitgang, want het is hier de ingang. Dan verstel ik hier dat hier dan de uitgang zal zijn. Wat klusjes mannen aannemen, zodat ze beter de paden kunnen schoonmaken van al die kotsende mensen hier. Natuurlijk moeten we maken dat die paden ook proper blijven, want anders lopen de bezoekers ook weg. Zo, waar? Hier. Zelfde prijs was het park. En als het regent, weet je dat ik de parapluutjes al ga opslaan. Tijdens de regen verdienen we toch het meest van al aan de parapluutjes, dus... In principe kan geen kwaad, zo €20. De mensen die je al ziet, mensen betalen wel degelijk zoveel geld voor een parapluutje dan. We hebben juist ook de attractie draai gekregen, maar even de lening ook afbetalen. Zo heb je niks meer van lening dan moeten afbetalen. Zo, het is weer een nieuwe attractie. Ik heb gezien dat er ook ergens hier... paden vuil zijn. Oh, onze vuilbakjes zijn. Natuurlijk is ons park echt wel volgebouwd. Of toch bijna zo goed als. Hier bij deze achtbaan had ik ergens vuile paden gezien. Zo. Ik heb hier zo een mooi vlak land. Alleen moet ik wel goed bekijken hoe dat we gaan doen met de paden. Maar ik had misschien gedacht om hier observatietoren te gaan plaatsen, maar... We hebben hier geen paden die naartoe kunnen verbinden, dat is het probleem. Dus we gaan nog eens moeten zoeken. Is wel wat. Of te zijn dat we het hier kunnen doen. We gaan eens kijken. Nee. Boomstamrivier gekregen, dat is ook ideaal. Die boomstamriviers hebben altijd heel veel succes. Zo, hier zetten we even geen toegang. Dan vragen we hier €4,50 voor. Pad hier, dus ga heel dit pad zo naar daarop. Dus gaan we heel het pad zo naar daarop kunnen bouwen. Zowel nice zijn hier zo in de hoek. Dus we zullen dat pad vanaf hier moeten laten vertrekken. Dus we gaan deze, dit hier nemen. Neem die rechtdoor. Gaan we hier. En zo hebben we het pad dus opgebouwd. En we gaan eens kijken of we 3 treinen. Oké, 4 treintjes. Oké. Dat is beter voor de capaciteit, hè. En gewoon even €2,50 hiervoor vragen. Zo'n nieuwe achtbaan bouwen is ook altijd goed. Even weer geld aflenen. Dat trekt natuurlijk ook weer vol. Ja, natuurlijk als het niet in de achtbaan terwijl het regent natuurlijk, typisch. Dat wil je even doorspoelen nu. Kapotte dingen. Dat moeten we ook natuurlijk vermijden. Kapotte voorwerpen in het park. Want dat zorgt ook dat je waarheid naar beneden gaat. Al die kapotte bankjes en vuilnisbakken. Dus daarvoor moet je ook eigenlijk goed opletten. Kijk, bijvoorbeeld hier hebben we kapotte vuilnisbakken. Kijk, deze zal ideaal zijn hiervoor. Het enige nadeel is een beetje de ingang en de uitgang. Om deze kun je niet echt plaatsen hoe je zelf wilt. Dat is het enige nadeel aan deze attractie. Zo, en het ziet er wel een stuk gezelliger uit. Misschien nog rond die informatiekiosk. Ook van die hegjes kunnen plaatsen. Kijk, er zit zo wat insloten daarin. Zelfs voor de toilet. Zo, dat maakt er wel ietsje meer af dan. Er is hier veel vandalisme. Oké, waar is het? Dat is waar mijn nieuwe achtbaan staat. Wanneer is... Hola. Ik zie het al. Hier de bankjes. Zo. Ah, we weten. Ook geen entertainers ook. Enkele bewakers ook in het park gaan steken. Nee, de bankjes hier ook weer repareren. Dus ik heb dus ook gezien dat er hier nog bankjes kapot zijn. En dat gebeurt altijd in het laatste jaar. Is ook een hele hoop vandalisme hier blijkbaar. Voor de rest zie ik niks meer dat iets kapot is of zo. En ik denk dat we dit level ook niet meer zullen halen ook. Dan moeten we ergens weer opnieuw gaan spelen voor ons ene level te kunnen. Kijk, dit is ondertussen juni. Dus ik hoop dat we ergens ons bezoekersaantal weer naar boven kunnen brengen. En hopelijk zullen we het nou halen ook. Yes, nu had het omhoog, nu had het omhoog. Kijk eens aan, yes, dit is wat we willen. Hetgene wat we willen is dat het bezoekersaantal omhoog gaat, natuurlijk. Kom aan, voordat het weer zakt. Yes, en we hebben het gehaald. Met 46 proficiat, gefeliciteerd. Je hebt je doel gehaald met bedrijfswaarde van €46.556. Zo, en deze... Ho-kaart, daar komt nu mee af. Dus ook dit level ook alweer gehaald. In de volgende aflevering zul je het laatste level van seizoen 2 zien. Zal ik deze uitspelen, ja of nee? Dat zal je wel zien. Vond je dit al sinds een leuke video? Geef dan zeker dat duimpje omhoog. Vergeet niet om te gaan abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet ook even het belletje naast de abonneerknop aan te klikken. Zodat je telkens een melding krijgt wanneer ik een video upload. En ik zie je terug in de volgende video. En vond je dit een leuke video? Vergeet vooral die like niet te geven. Wil je abonneren op mijn kanaal? Druk op het knopje hiernaast. Wil je een vorige video zien? Klik dan op het knopje hiernaast.